ik ben I Repeat, zoals we wel eens noemen, van Beef. Live en direct vanaf het Mondiaal Festival de Tilbo. We zijn op dit moment, de laatste week hebben we weer veel opgetreden. Maar tegelijkertijd zijn we in ons studiootje en repetitieruimte zijn we bezig om de nieuwe nummers in elkaar te draaien. Take it easy, take it easy. Je kan ons vinden op beef.nl bij de Tour Guide. Daar zoek ik zelf ook als ik wil weten waar ik moet spelen volgend weekend. Dan ren ik even naar de site, zoals het heet, en dan kijk ik bij de tourlijst. We zijn begonnen met z'n zes in een repetitieruimte en daar begonnen we liedjes te maken. En dat bleek een succes en dan ga je cd's maken en neem je producers erbij. Die je helpen in de studio om je album te maken. En nu zijn we weer met z'n zes aan het schrijven. Je vraagt ook naar een soort van duidelijkheid en die duidelijkheid die hebben wij niet. En dat vinden we juist heel fijn. And you know that it's late. Millennium doelstellingen zijn eigenlijk, dus via de popmuziek zijn die naar ons toegekomen ook. Ik kan me herinneren, ja, Bono en Bob Geldwolf, die zich daar, maar dan in de positieve zin natuurlijk, leg maar doekoe neer voor het goede doel. Maar die hebben zich daar enorm sterk voor gemaakt en dat ding bij de regeringleiders neergelegd. Nou, het is wel apart dat we gevraagd worden, dat wij ook als band gevraagd worden, om zeg maar ons bezig te houden met millenniumdoelstellingen, of we daarmee eens zijn en of we dat kunnen verwoorden. We worden wel eens meer gevraagd door door Amnesty International, die steunen we ook wel eens om met een actie waar we achter kunnen staan, zoals Control Arms is de laatste actie. En ja, dat lijkt me zo logisch dat je dat wil. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat niet zou willen. Uiteindelijk met die millennium doelstelling is het ook zo dat het allemaal zulke goede dingen zijn. Dat, en eigenlijk horen we er wel bij, want jij wilt toch ook dat honger wordt opgelost? Dat wil iedereen. Iedereen wil al het goede. Ik denk dat iedereen dat wil. En ik denk als je regeringsleiders dat uiteindelijk vraagt, zeggen ze ook, ja, dat wil ik natuurlijk ook. Ik wil het allemaal oplossen. Alleen de vraag is hoe. Geld is de grote boosdoener in dit geval. Want waarom zou je niet willen? Waarom zou je iets niet willen? Dat zou alleen maar zijn dat mensen bang zijn voor hun geld. Als ik dat niet doe, oh, dan verdien ik wat minder. Je vraagt van, dragen wij bij aan het probleem honger? Ja, ik denk het wel. Wij zijn niet bereid om onze luxe op te geven. En wij dragen bij aan het probleem honger. En dat is wat Pieter net ook over had, de geldmachine. Wij willen die geldmachine laten rollen. En als er een geldmachine moet rollen, dan moet er een ongelijkheid zijn tussen bepaalde groepen. En dan kun je weer, daar kun je money op maken. Take it easy, take it easy. Wij zijn daar geweest en we hebben gezien dus dat werkt. Dat daar kinderen die normaal doelloos en wezenloos letterlijk rondlopen door die ghetto van Ouagadougou, die worden daar opgevangen en die zijn blij. And you know that it's late. Nee, om al die dingen die ik je net zei, er moet een ongelijkheid zijn om die geldmachine te laten rollen. En ik denk niet dat mensen het bereid zijn op te geven. Mensen die hebben niks, maar heel veel mensen hebben wel een mobiele telefoon. Dat is toch apart, hè? En ook dat in straten dat er maar één televisie staat. En je ziet, s'nachts zie je gewoon van die seks-sms bullshit in Burkina fucking Faso. Gewoon. Nou, daar schrok ik echt heel erg van. Het moet wel bij de mensen vandaan komen, dat is zeker. Want soms is de weg ernaartoe maakt meer sens dan uiteindelijk het doel. Weet je wel, laat mensen maar bewust worden. En al zijn er 10 geholpen door deze hele grote actie, dan zijn we er ook al mee eens. Weet je wel. We got a jam in early morning sessions.